Hi, dag 2 van de Art Challenge. We moeten er nog even een goede naam voor vinden. En ik wil nu niet het woord viral gaan gebruiken, niet handig. Maar wel zodat deze Art Challenge gewoon verder gaat. En meer mensen bereikt en dat meer mensen ermee gaan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Ik heb al echt hele gave inzendingen gehad. En eerlijk gezegd, die waren beter dan die van mij. Ik heb één grote fout gemaakt. Ik heb meer grote fouten gemaakt. Eén hele grote fout. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb de ogen geschilderd zoals ik ze normaal ook schilder. Bij een vrouw. Een koe is geen vrouw. Nee, een koe is geen vrouw. Never, ever, ooit. Dus dat moeten we gaan veranderen. Dus ik wilde jullie al allerlei stijlen gaan laten zien. Maar eerst moet ik mijn schilderij verbeteren. En nu is hij droog, dus nu kan het ook. Dus weet je, stel je voor, jij hebt thuis een fout gemaakt in je schilderij. En je denkt, dit wordt helemaal niks. Laat het even een half uur drogen en ga dan pas verder. Want anders blijf je maar smeren in diezelfde verf. En dan wordt het eigenlijk alleen maar erger van. Goed, wat ik eerst ga doen. Ik heb nog even een ander plaatje erbij gezocht van een koe. Waarbij ik wel kan zien hoe het zit. En ijdelheid loont niet, is wel gebleken. Ik moet vaker mijn leesbril opdoen, anders zie ik er geen fluit van. Goed, leesbril op. Checken. Krijtje pakken. Want dat is gewoon heel handig. Je hoeft niet direct met verf aan de slag. Normaal gesproken zou ik dat wel doen. Maar om je te laten zien hoe je een schilderij aan kan passen, doe ik eerst even... Ik moet weer lachen. Ja, ik kreeg direct gisteren de opmerking. Je lacht niet genoeg. Bij deze. Dat was hem ook. Goed, met het krijtje. Kijk, het plaatje is niet hetzelfde. Maar ik kan hier wel zien hoe de ogen zitten. En de ogen, ik had ze tot hier staan, maar dat klopt helemaal niet. De ogen van de koe zitten aan de zijkant van het hoofd. Dus laten we dat maar de eerste eens inzetten. En dan moet je goed kijken dat het een beetje op één lijn staat. Want de koe kijk je recht aan. Dan zitten daar uiteraard, net als bij mensen, irissen in de ogen. En een klein beetje wit aan de zijkant. Dat zijn hele grote irissen. Prachtig trouwens. Dus... als ik dat erop heb staan, denk ik, nou, dat kan ik straks met verf al uit gaan werken. Ja. En ik heb nog een fout gemaakt. Het hoofd is veel puntiger. Dus nu kan ik 2 dingen doen. Ik kan het hele schilderij verlagen. Nou, daar heb ik weinig zin in. En ik hou er op zich wel van. Ik schilder ook vaak vrouwen, waarbij je eigenlijk de schedel niet ziet, maar die ongeveer tot hier komen. Dus dat ga ik nu ook bij de koe doen. Dus ik verhoog... het hoofd een beetje. En ik heb ook gezien dat heel veel koeien... ik heb inmiddels een cow-study gedaan. Ik heb inmiddels goed gekeken hoe zit een koe nu eigenlijk in elkaar. En het schijnt dat ik best wel een bijzondere koe had. Die koe van mij is heel weinig wit. En kon je heel slecht zien hoe de snuit zat. Omdat ze ook heel veel zwart op de snuit had. Meestal zijn de snuitjes wat rozer. En weet je, het is mijn koe. Ik kan ervan maken wat ik wil. Dus ik maak toch het kopje wat hoger. Dat houdt in dat ik dit straks mee moet nemen in het wit. En ik maak ook de vlek, de witte vlek, want het is bij de meeste koeien, zit hier veel meer wit, ga ik ook doen. Ik had ook de snuit had ik op zich wel goed, omdat bij mijn koe hier alles zwart was, zie je het veel, veel minder goed. Dus daar gaan we eens naar kijken wat we gaan doen. Nee, niet de bril af. Nou, voorlopig wel even. Goed, schets hebben we gemaakt, of we hebben de koe aangepast. Dan is het tijd om met verf aan de slag te gaan. Ik leg toch de tekening even weg. Ik ga ervan uit dat ik nu snap hoe het moet. En wat gaan we doen? Kijk, ik pak toch altijd de grote kwast. Kijk, als je hem zo gebruikt, kun je hem ook heel smal gebruiken. Dus wat ik eerst ga doen, het belangrijkste gedeelte, wat heel makkelijk is in te vullen, is even het wit aanpassen. En dan ziet de koe er al heel anders uit. Nu ik toch nog wit aan de kwast heb, maak ik direct die puntjes hier. Dus je doet maar even een paar keer zo met een puntje van de kwast. Maak ik dat direct even wit. Dan weet je ook direct al waar de ogen straks komen. Nou, dus dat is voor een groot deel opgelost. Dan moet ik het zwart nog aanpassen. Want dan loopt het hier ook wat meer qua zwart door. Zie je, opeens heeft de koe veel meer hoogte. Teken of schets ook alvast een beetje haar. Nou. Gewoon de suggestie wekken dat. Zo, een kuifje. Hartstikke leuk. Dan pak ik even een kleiner kwastje. Ik wil toch wel dat ze hele mooie ogen krijgt.
Wat voor kleur ogen zou ik doen? Ik doe bruin. Ik heb overal verf staan, buiten beeld, in beeld. Maar ik ga eerst dus met een chocobruin een hele grote irissen inzetten. Hele grote irissen. Aan deze kant ook. Dus je blijft niet met die verf steeds maar over hetzelfde plekje heen gaan. Dat heeft geen enkele zin. Dus een paar keer heen en weer en het bruin staat er wel in. Dan wil ik daar toch een beetje ook een lichtere toon aan geven. Want hier heb je altijd een beetje lichtinval aan de onderkant. Dus dan doe ik een beetje een gelige tint. Dan bovenaan pak ik een nog donkere bruin, dus waar wat meer zwart in zit. En die zet ik bovenin. Nou, ik denk niet dat jullie het heel goed kunnen zien. Maar als je dichtbij staat, zie je het effect wel. Zo, het geel een beetje vervagen. Dan gaan we er lekker met zwart weer omheen. Om de ogen goed af te bakenen. Zo. Zo, dan ziet het er vast nog heel anders uit. Het is mij ook opgevallen dat koeien helaas geen wimpers hebben die heel erg omhoog staan. Koeien hebben wimpers die een beetje naar beneden staan. Dus die vallen eigenlijk weer over de ogen heen. Maar het is best wel leuk om hier de suggestie te wekken. Nog even een zwarte pupil erin. Ik weet nog steeds niet goed hoe de ogen van de koe eruit zien. Maar ik doe het maar zo. Zo, anyway, dat lijkt me de meer. Dus nu krijgt de koe al een hele andere uitstraling. We moeten er ook om denken, kijk, dat het vorige oog, dat het ook niet meer zichtbaar is. Dus daar even goed met zwart overheen. Zo, deze kant ook. Zodat je niet meer ziet dat eerst het oog daar zat. En voilà. Nou, ik vind... Even afstand nemen van je schilderij. Ah, het ziet er al beter uit. Maar ik zie, als ik afstand neem, dat het oog nog te groot is. Dus nog een beetje indammen. Zoveel te minder wit in dit geval, zoveel te beter. Zo, nou dan pak ik even weer het originele plaatje erbij. Van hoe mijn koe in elkaar zat. En dan... Kijk, ik kan natuurlijk blijven volgen zoals het plaatje was, maar dat hoeft helemaal niet. Ik kan nu ook, nu ik iets meer verstand van koeien heb, dit een beetje aan gaan passen. Want hier zit de bek, mondbek. Hier zitten de neusgaten. En om die neusgaten heen is het een stuk rozer. Dus ik maak het nu toch wat minder zwart, zodat je beter de snuit kan zien. En dan om... De neus gaat er heen. Even wat wit. Zo, springt dat ook alweer veel meer uit. Het is misschien ook nog wel leuk om hieronder... Ik weet niet of daar ook roze zit, maar ik doe het wel. Oortjes, heb ik gezien, zijn niet roze, maar ik vind het wel leuk. Dus dat laat ik gewoon zo. Met het roze ga ik ook even een beetje langs het haar. Ik hou er altijd van dat kleuren weer terugkomen. Zo kun je bijvoorbeeld hier ook even een streepje roze doen. Zodat je hier en daar het roze terughaalt. In je schilderij. Want het is een schilderij. Het is geen exacte weergave van. Oké, nu ik hem hersteld heb, even weer op afstand gaan kijken. Yes. Ogen kloppen volgens mij nog niet helemaal, maar maakt niet zoveel uit in dit stadium. Kastje even schoonmaken, klaarleggen. En ik wil toch gaan naar een stijlkeuze. Kijk, zo is zo'n beetje zoals het plaatje was, iets wat aangepast in mijn eigen stijl geschilderd. Ik schilder heel los, heel grof. Ik zou hem persoonlijk ook niet verder meer uitwerken, tenzij er hele grote fouten in zitten. Dus dit zou ongeveer mijn stijl zijn hoe ik een koe schilder. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere stijlen. En dat wil ik je gaan laten zien. Ik heb een bordje gepakt met heel veel kleur. En dan wil ik gewoon eens gaan kijken hoe kan ik deze Nederlandse zwart-witte koe wat meer... hoe zeggen ze dat ook altijd bij de Queer Eye... Moet je gaan zien, het programma Queer Eye. Fantastisch. We geven een beetje zhuzh aan de koe. Yes. Nou, hoe doen we dat? Kijk, als jij kleuren wil veranderen, is het handig dat je gewoon het palet aanhoudt. Licht naar donker. Altijd belangrijk. Zodat je nu het wit niet aan gaat passen met donkerblauw of donkerpaars. Die kleuren zet je op de plekken die donker zijn. En de lichte tonen, zoals bijvoorbeeld, laat ik eens beginnen met een beetje geel. Dit is de lichte kant van het schilderij. Dus ik zet hier een beetje geel tegenaan. Nou, vind ik wel leuk. Zet daar dat ook een beetje langs. Hier een beetje in het oor. Daar een beetje in het oor.
De tag was sowieso knalgeel. Dus laat ik dat nu ook maar doen. Kijk, dan heb je al een beetje een kleur aangebracht die ook nog klopt. Licht in val, geel. Dan kan ik daarna bijvoorbeeld naar een lichte groen gaan. Kijk, je moet het niet overal neerzetten. Het heeft weinig zin om het hele wit eronder te smeren. Maar wel op plekken waar het zou kunnen. Zo. We hebben al twee kleuren toegevoegd, die normaal gesproken niet op een koe zitten. Maar die toch het plaatje een heel ander effect gaan geven. Dus even plaatjes aan de kant. Dus dat zijn de lichte tonen die je zou kunnen veranderen. Je kunt er ook nog een beetje extra roze hier en daarbij doen. Maakt niet zo gek veel uit. Je ziet, je hoeft er eigenlijk heel weinig voor te doen. Dan ga ik eens kijken. Ik ga steeds dus een tintje lichter, hè? Merk je dat? Ik ga van de lichte tonen nu steeds een tintje donkerder. En dan denk ik dat oranje nog wel leuk zou zijn. Hier en daar. Weet je, dit is gewoon een kwestie van spielerij. Sla er niet in door, want op een gegeven moment denk je, oeh, dat staat leuk. Nog een beetje, nog een beetje, nog een beetje. En eigenlijk is het dan verpest. Voor dat moment, want een schilderij is nooit verpest. Maar je kunt een schilderij altijd nog aanpassen. Nou, dan vind ik het ook wel leuk. Een beetje oranje in de snuit. Why not? Hier nog een beetje oranje. Misschien nog vast hier een beetje oranje. Nou, dan denk ik dat ik met die kleur ook wel klaar ben. En dan ga ik naar nog een donkere tint toe. Welke zou ik doen? Welke zou jij doen? Ik doe een blauw. Blauw is een koele kleur. Dus die hoort eigenlijk aan de koele kant van het schilderij. De koele kant van het schilderij is deze tint. Is deze kant. Dat kan het beste hoor. Hier en daar even een vleugje blauw. Maar hou je maar aan die regel. Licht en donker. Warm en koel. Koel is een blauwe toon. Dus die heb ik nu aan deze kant erin gezet. Kan hieronder ook wel een beetje bestaan. En dan ga ik naar een lila tint. Om even te laten zien. Kijk, ik pak gewoon altijd rechtstreeks uit de tube. Jongens, het heeft ontzettend weinig zin om kleuren te gaan mengen. Tenzij je echt een kleur zoekt die er niet is. En in mijn opinie bestaat dat niet. Dan het gemeng en gedoe. Als je al gaat mengen, meng dan op het doek. Stel je voor, je zet deze kleur op en je vindt hem te licht. Nou, dan pak je een beetje donkerblauw en dat zet je erover. Dat is mengen en dat is ook je doek aanpassen zoals jij het mooi vindt. Ik vind het wel een mooie tint, die lichte paars. Dus die zet ik hier en daar, ook een beetje aan deze kant, ook al is het de warme kant, zet ik hier en daar een beetje op. Zelfs een beetje in de snuit. Waarom niet? Ga ik nog een tintje donkerder. Dat donker paars. En dat zet ik ook hier en daar. Oh, dat is zwart. Zet ik hier en daar over het zwart heen. Dat je eigenlijk straks nog maar heel weinig zwart overhoudt. Vooral, kijk, die signeren, dat kan altijd nog. Ik smeer er eerst liever overheen. Dus dat was het paars. Dan doen we hier ook nog een beetje paars. En hier aan de onderkant ook nog een beetje paars. Nou, ik hou er wel van als het op deze manier gewoon allemaal door elkaar heen loopt. Wat je ook kan doen, moet je even je kast schoonmaken. Is het een beetje gaan blenden. Dat doe je met een schone kwast. Je begint weer in het lichte. En dan ga je, zie je, ga je die tonen blenden. Het gaat alles een beetje door elkaar heen. Als je donker aan je kwast hebt en je gaat terug, wordt alles donker. Snap je? Maar dit is blenden. En dan maak je alles veel zachter mee. Ik ben er geen... ik hou wel van blenden, maar ik ben er in dit schilderij denk ik geen fan van. Ik vind het hier leuker als de boel wat harder is. Dus ik ga straks nog weer wat correcties aanbrengen. Maar ik wil je gewoon laten zien hoe dat blenden werkt. Zie je, je smeert het gewoon. Het heeft... Je moet wel een beetje rekening houden. Ik vind het altijd heel erg logisch, maar in de workshops heb ik gemerkt, als ik zeg blenden, dan blenden mensen als gek over het hele doek heen. Kijk, je gaat nu niet met de donkerpaars omhoog en over de wang heen van de koe. Want dat is een ander gedeelte. Dus je moet per gedeelte moet je blenden. Dus hier stop je en dan blend je het naar beneden of erlangs. Maar er niet overheen, want dan ben je het weer kwijt. Blauw nog een beetje blenden.
Nou, ik zeg net wel, ik ben niet zo'n fan van blenden, maar in dit geval komt het helemaal niet zo gek uit. Nou, nee, vind ik niet. Nee. Wat ik dan wel vind, dan wil ik toch bepaalde gedeeltes er weer uit laten springen. Dat doe ik gewoon eerst eens met wit. Nou, en dan misschien hier een beetje. Ja, want daar valt natuurlijk best wel wat licht. Dat kan niet anders. Zo. Nou, even afstand nemen. Ik heb, wel opletten, hè? Ik heb nooit een koe geschilderd. Dus. Dat je het even weet. Ik wist ook niet van tevoren wat er uit zou komen. En dat is voor mij natuurlijk best wel spannend. Want ik doe het wel gewoon, ik leg het wel vast. Ik ben natuurlijk ook een knettergek. Ik kreeg al een e-mail van een medekunstenaar die zei van dat het niet oké was dat ik gratis lessen weggaf. Nee, het zal. Dit zijn gewoon andere tijden, jongens. En wat ik ook nog graag wil zeggen, ik heb het ook net op mijn Facebookpagina gepost, dat het mij waanzinnig verbaast dat er nog heel veel mensen zijn die gewoon buiten lopen. Jongens, het social distancing, het is geen adviesje van de overheid. Het is een maatregel. Die maatregel wordt nog niet gehandhaafd. Maar als wij niet doen wat moet, gaat die gehandhaafd worden en krijgen we een lockdown. Het is heel duidelijk, mensen gaan niet naar buiten als het niet noodzakelijk is. Als je geen verf hebt, ja, dat is hartstikke lastig. Of als je maar een paar tubes verf hebt. Maar dan leer maar werken met de verf die je wel hebt. En als je boodschappen moet doen, bij heel veel Albert Heijn Action heel dichtbij, acetyl. Dan, als je toch boodschappen moet doen, haal daar nog even wat verf. Maar haal genoeg, en haal genoeg doekjes of haal genoeg papier, zodat je mee kan blijven doen. Ja? En dan brengen we elkaar niet in de problemen. Want dat is wat er gaat, flattening the curve. Als jij thuis blijft morgen, heb je wellicht die chain doorbroken en worden er veel minder mensen ziek. Goed, nou, dat was even, heeft niets te maken met kunst, dat snap ik ook wel. Maar ik wil het toch even gezegd hebben. Nou, aan het zwart kun je ook nog wel wat dingen doen. Kijk, want niets is ooit één kleur, hè? Dat zei ik gisteren al. Dus hè, daar waar het zwart is, bovenin is het donker, dus dan kan er onderin kan er best een beetje paars zitten. Nou, even weer afstand nemen. Ik vind het voor vandaag, voor deze stijl, voor deze techniek, kan het niet laten. Toch nog even hier en daar even een opvallende streep zetten. Die er nog even uitspringt. Deze kant eventueel met een wat lichter blauw. En een groen. Nou ja, niet te lang gaan prutsen. Dat doe ik niet vaak, maar omdat dit nieuw voor me is, heb ik ook de neiging om te lang te prutsen. En Anja, die zei het al terecht, ze zegt, ze had een schilderij gemaakt van de koe gisteren in 30 minuten. En ze zegt, dit is het punt waarop ik door ga slaan. Nou, ik heb nu ook de neiging om door te gaan slaan. Dus dan hou ik ermee op. En dan wil ik alleen nog de achtergrond, want die vind ik dus nu te donker. Dus die maak ik even wit. En ik neem wat kleuren mee die ik net gebruikt heb. Zie je dat? Ik voeg alleen maar wit toe. En dan neem ik wat kleuren mee die ik net gebruikt heb en die dus nog nat zijn. Dan wordt die kant van het schilderij een stuk zonniger. En dan wil ik deze kant van het schilderij toch blauw hebben. Toch die heldere blauw. Even om de tag heen. Zo. Daar ook. Heldere blauw. En zo zie je, je kunt in alle tijden, kun jij weer, en denk erom, hè, niet omheen schilderen, maar dan schilder je er maar overheen. Want die achtergrond moet dezelfde richting blijven houden. Zo, en dan kun je hier weer even met zwart even een duidelijke lijn zetten. Oren weer heel duidelijk inzetten, als die een beetje verdwenen is. Maar het is ook best wel leuk dat er af en toe iets verdwijnt. Want hè, het kopje verdwijnt hier niet alles. Niet alles in een schilderij moet dezelfde intensiteit hebben. Dus als je daarom denkt, zijn we al een heel eind. Dus ik weet niet hoe ik deze stijl zou noemen, maar laten we gewoon zeggen, een kleurige koe, dat is altijd goed. En morgen laat ik je zien
een andere stijl zien. Dus nu heb je gezien de stijl zoals ik de koe zou schilderen, in hele rustige tonen. Ik heb je nu laten zien dat er een stijl is om de koe heel kleurig te schilderen. Morgen ga ik je nog weer een andere benadering van hetzelfde schilderij laten zien. Dus jongens, doe mee. Zou ik hartstikke leuk vinden. Zorg ook dat je vrienden en vriendinnen hiervan afweten. Tag mij op social media. Tag deze art challenge op social media. Laat er zoveel mensen mogelijk hier aan mee laten doen. Ik heb het idee dat ik niet zo vrolijk was en gezellig en leuk en grappig. Maar wie weet ben ik dat morgen wel weer. Ik hoop je resultaten te zien op social media. En jongens, mail me niet. Ik krijg veel resultaten per mail. Ik beantwoord het alleen op social media. Yes? Tot morgen. Stay safe. Doeg!